Ja, dag lieve vrienden. Daar zijn we weer. Ja, ik zei toch dat we weer waren begonnen. En wat zit er onder het doosje? Wat heb je met je opgestuurd? Laten we gaan kijken, want ik ben zo benieuwd. Kan beter, maar dat komt wel. Troep van de Starbucks. Ik weet dat de millennial er lekker op gaat. Ik weet dat heel veel mensen, en voornamelijk vrouwen, er verschrikkelijk blij van worden van de Starbucks. Een koffiemagnaat uit Amerika overgewaaid. En dan kan je nu ook voor heel veel geld moeilijke kopjes koffie drinken. Is dat leuk? Is dat lekker? Ik vind van niet. Maar ik hou ook niet van de experience. Kom je binnen, moeilijk verbouwde tent, met nog moeilijkere en nog meer verbouwde mensen achter de toonbank. En die jou aankijken van, oh my god, moet je hem zien. Oh my god, wat een pauper. Echt niet te geloven. Kijk nou wat hij aan heeft. Ach, die zou wel gewoon een normale koffie willen. Die heeft ook zo gewoon een normale koffiekop. Verschrikkelijk. Oh my god, ik ben eigenlijk te goed voor deze idioot om hem een koffie te maken. Echt belachelijk. Nou, dat irriteert me namelijk. Want ik zal je wat vertellen, ontzettende koekenbakker. Jij staat voor 8,60 euro bruto daar koffietjes te maken. En ik ben de klant, ja? Dus je moet je kaders houden en me niet zo arrogant aankijken. Wat dacht je daarvan? Hup, hup, even opschieten. En dan komt gelijk weer probleem 2. Je bestelt een koffie. Dan kan je 1,5 uur staan te wachten. Totdat een of andere koekbakker, koekwous, een of andere werkstudent zegt. Ja! Ja! Koffie voor Sjaan! Koffie voor Sjaan! Ik heet Jan. Er staat gewoon Jan op die beker. Niet iedereen heeft een lekkere, rare, gekke, exotische naam. Zoals bij die mensen bij Starbucks. Sommige mensen heten in Nederland gewoon Jan. Ja, ja. Jan. Ik wil gewoon koffie. Gewoon koffie. Een beetje snel koffie. Hallo, ik ben Jan. Mag ik een koffie? Wat voor koffie zou je willen? Zou je dan een decafé willen? Of een extra roasted? Nee, koffie. En wat wil je dan voor melk? Geitenmelk? Of gewoon lekkere, gewone, linksgedraaide... gewone koeienmelk, of vegemelk, of amandelmelk, Ik heb nog nooit uiers op een amandel gezien trouwens, maar goed. Of wil je, oh, je wil geen melk, oh, wil je dan een lekker shotje smaak erin? Wil je een lekker shotje smaak erin, lekker smotje, shotje karamel erin? Wil je lekker karamel hazelnoot erin? Of wil je lekker iets, een ander shotje? Nee, ik wil gewoon koffie, godverdomme, ik sta hier al 10 minuten. Geef me koffie, zwarte koffie, zodat ik dat kan opzuipen, dat ik me ietsje beter voel. Oh, nou, ik wist niet dat je haast had, mijn god, jeetje. Enfin. Ik vind het niks. Ik vind het overdreven. Ik vind het gedoe. Maar goed, dan denk je dus, die mensen hebben hun eigen tokootje. Hè? Daar gaan dus maar andere moeilijke mensen heen. Die kunnen daar dan moeilijk op hun appeltje zogenaamd zitten werken. Met mannen met knotjes en vrouwen met moeilijke tatoeages. En die kunnen dan lekker ingewikkeld naar elkaar zitten kijken. En net te doen of ze ook allemaal een hele duur betaalde baan hebben, die ze ook allemaal niet hebben. Maar goed, dat blijft dan lekker bij elkaar. Dat is lekker compact. Nee, wat gebeurt er? Die gasten gaan troep verkopen in de supermarkt. Klaar mee. Nu heb ik eerder van die bekertjes met ijskaffe of zo getest van de Starbucks. Ja, ik vind er allemaal niet zoveel aan. Want ja, het klopt. Oh, mijn anders is zeiken. Die drinkt zijn koffie zwart. Kijk hier, staat gewoon. Hier, staat gewoon bij me. Zo. Lekkere zwarte koffie. Lekker sterk. Dat je denkt. Pittig bakkie. Om dat alweer te verzieken met een scheut melk of een smaakje erbij. Is niet helemaal mijn dingetje. Maar goed, iedereen is een afwijking. Vorige keer heb ik dat natuurlijk gebruikt. En toen zei ik al, gadverdamme, heel veel suiker, heel veel smaak, heel veel melk. Niet mijn ding. En nu dit. Flesjes van de Starbucks. Frappuccino. Frappuccino. Ik ken een cappuccino. Dat is dus geklopte melk op koffie. Frappuccino, ik ken het niet. Frappuccino. Maar ja, voor mij is dat gewoon ook koude koffie met melk in een flesje dan. Dit is Frappuccino Cookies and Cream Flavor.
Ik moet er bijna spugen. En dit is dan caramel flavor. God, oh god, wat leuk. Ah, kijk, ik heb gevonden wat het is. Melkdrank van Starbucks met Arabica koffie. En natuurlijke aroma. Natuurlijke aroma. Dus dat zal dan wel die cookies en cream en die karamel zijn. Dus ja. Goed, het is dus gewoon koude koffie met melk. Met een smaakje. Wat een triestigheid niet. Het grappige effect van koffie met melk heeft op mij dat ik daar misselijk van word. Het grappige effect van koffie met melk wat koud is, dat ik nog misselijker word. En pleur daar nog een beetje karamel bij. En ik braak hier de hele tafel vol. Maar ja, weet je, ik ben begonnen met de reviews. Ik kan jullie niet laten zakken. Dus ik begin wel gelijk met die karamelbende. Van die Starbucks, godverjomme, kan hier een flesje over. Nou, hup. Het ruikt. Nou, dat bedoel ik. Het ruikt naar melk met karamel. En daar hebben ze dus wat koffie bij gemieterd. Ik wil ook maar gelijk de cookies en cream openmaken. Welke idioot heeft toch bedacht dat de smaak cookies lekker is? Ik snap best dat je, hè, weet je van die cookie dough ijs, vind ik ook niet te bunkeren, maar dan proef je een cookie. Maar de smaak cookie chemisch ergens inspuiten is absurd. Cookie is een tastbaar product, niet een smaak. Nou, deze ruikt inderdaad naar een aangebrande koek. Met suiker. Nou, daar gaan we. Caramel flavor. Frappuccino. Starbucks. Godverdamme. Verschrikkelijk. Ik stel me een beetje aan, dan geef ik eerder toe. Maar ik vind het echt heel vies. Het is inderdaad gewoon een kledder melk. Koffie niet te vinden. En dan chemische karamel erbij geflikkerd. En dan zetten ze een heel leuke Fairtrade plaatje erop. En dan hebben ze het over natuurlijke aroma's. Nou, ik geloof er helemaal geen ene reet van. Koffie en suiker verhandeld in een overeenstemming met de Fairtrade voorwaarden. Totaal 96% zonder zuivel en water. Ingrediënten, halfvolle melk, 75%. Ik snap er geen reet van. Ja, 96% is zonder zuivel en water, maar de inhoud is 75% melk. Nee. Enfin, het zit helemaal volgejankt met suikers. Het is ongelooflijk. Op 100 milliliter zit er 11 gram suikers in. Dus als je dit opdrinkt met je Fairtrade hoofd, ben je gewoon, weet ik veel, een hele zak suiker naar binnen aan het werk. En dan melk en een druppel koffie. En een karamel. Ja. Gadverdamme. Ah, en dan hebben we het vies er nog niet gehad. Dat is dus dit. Want een of andere koekenbakker, dat is in dit geval wel heel grappig. Een of andere koekenbakker heeft cookie cream smaak bedacht voor in een frappuccino. Wat is er dan met je aan de hand? Nou, raad die. Cookie cream van de Starbucks. Nou, die is minder vies dan die. Het is gewoon melk. En in dit geval met cream, nou, dat is niet zo heel erg. Room in melk is nou niet echt heel vervelend. En die cookies zijn minder irritant dan ik dacht. Eigenlijk proef je het nauwelijks. Nee, je proeft het eigenlijk bijna niet. Dus dit is gewoon eigenlijk gewoon melk met een druppeltje koffie. Ja, en er zit ergens dan een koekjesmaakje verwerkt. Nou, ik vind het niet hoor. Lekker is anders. Tijd voor de cijfertjes. Ja, dat wordt natuurlijk niet mals. Ik heb natuurlijk in 2 flesjes alles gestopt waar ik een hekel aan heb. Maar laten we eerlijk zijn. Is het heel erg goor? Nou ja, nee, het is niet heel erg goor. Of je moet een ontzettende hekel aan melk hebben. Ja, als je een hekel aan melk hebt, is dit goor, want je zit gewoon koude melk te zuipen voor heel veel geld. En met heel veel suiker. En 3 druppels Arabica koffie. En dan een chemisch spuitje karamel en een chemisch spuitje cookie cream.
Het slaat helemaal nergens op. Het is helemaal niks. Maar het zal wel hip zijn als je ermee rondloopt. Ik zou zeggen, doe het niet. Want het is misselijkmakend. Ik had verwacht dat ik de cookie cream goorder zou vinden dan een karamel. Omdat ik ook wel eens producten met cookie cream eet of drink. En dan denk je, gadverdamme. Welke gek heeft de smaak van aangebrande cookies ingeflikkerd. Nou, dat valt hier erg mee. Je proeft ze eigenlijk niet. Nou, eigenlijk proef je die cookies niet tot nauwelijks. Dus wat blijft over? Koude melk met een beetje koffie. Ja, geen moer aan. Je wordt er misselijk van. Niet lekker, maar ook geen heel groot probleem. Dus deze, die krijgt gewoon een 5. Ook voor de kosten. Ik denk dat het geld dat je hiervoor betaalt, daar kun je geloof ik 3,5 liter melk van kopen. Nou ja, en nummer 2 is de karamel. Die is ongekend smerig. Hier zit nog meer suiker in dan normaal. Koude melk met koffie en karamelstoot. Je wordt hier gewoon heel erg dik en misselijk van. Heel erg dik en misselijk. En arm, want het is nog duur ook. Van de Starbucks. Gadverdamme. Dit is gewoon een 3. En 3 en meer is het niet waard. Smerig. En duur. Nou, bedankt voor het kijken. Voor alle mensen die graag naar Starbucks gaan. Doe lekker wat je zelf wil. Ik bedoel, dat is jullie dingetje. Ja? Geen enkel probleem. Ja? Nou. Dag.